D66. Ja, over mijn vraag over bureauwetgeving. Mijn indruk is dat we af en toe inderdaad moeten wachten. Maar dat het op zich beheersbaar is. Alleen ook, ik weet niet of de Kamervoorzitter al de gelegenheid heeft gekregen om die voorlichting van de Raad van State van vanochtend helemaal te absorberen. En anders zou ik hem willen vragen om daar binnen het presidium nog een keer even goed naar te kijken. En ons ook te laten weten of zij die opvattingen, wat zij willen doen met die aanbevelingen. En dan ligt daarna de bal weer inderdaad bij de Tweede Kamer als wij het anders willen, begrijp ik. Ja, met alle soorten van plezier. Ik heb inderdaad niet gelezen wat de Raad van State heeft beschreven. Maar het antwoord wat ik net heb gegeven, hebben we kort gesloten met de ambtelijke leiding. Volgens mij kunnen die prima overzien waar de druk zit en waar de stress eventueel kan zijn. Als we tekort schieten, dan gaan we absoluut daar naar kijken. En we willen als presidium best even een reactie schrijven op hetgeen de Raad van State ons meldt. Dat is een lichaam dat wij hoog hebben zitten, dus met heel veel plezier. Mevrouw Jacor, GroenLinks Partij van de Arbeid. Ja, dank, voorzitter. De Kamervoorzitter die gaf net inderdaad een antwoord met betrekking tot ondersteuningen, juridische ondersteuning. U gaf ook aan de Tweede Kameracademie, die is al aan slag. Die is al begonnen, hartstikke goed, mooi dat dat er is. Maar mijn vraag was wel specifiek meer met betrekking tot de hardere wetgeving. Daar heb je toch wel wat meer kennis en know-how. En je ziet ook steeds meer dat daar meer beroep op wordt gedaan. En hebben wij wel genoeg wetgevingsadviseurs? Ik heb daar gewoon zorgen over. Dank. De Kamer, voorzitter. Nee, die zorgen hebben ons nooit bereikt. Wij zijn ervan overtuigd dat we daarmee een redelijk aantal mensen hebben. Dat de staf voldoende groot is. Dat er sprake is van piekmomenten, van stressmomenten, belastingplan. Dat was iets voor uw tijd, maar u moet hem maar eens even informeren bij de woordvoerders en de financiële mensen in uw fractie. Leverden inderdaad enorm veel problemen op. Maar al die wetgevingsjuristen kunnen gewoon de vragen in voldoende mate aan. En nogmaals, mocht blijken dat dat anders is. En wij zitten al, de griffier zit bovenop de ambtelijke ondersteuning, dus die kan het goed beoordelen. Zo gauw als blijkt dat het niet zo is. Wetgeving is gewoon een van de belangrijkste zaken voor ons als Kamer. Dan pakken we dat op. En als u signalen heeft, en u kunt dat specifieker maken, laat het ons weten. Heel graag, we staan u ten dienste.